Hey, de kijkers van de Wombat Guru. Vandaag gaan we weer verder met een nieuwe episode van The Return of the Guru, nummer 12. Het is een week geleden en echt, what the fuck, 57 likes, geloof ik. Op de laatste, ik heb net gekeken, dus echt heel erg bedankt. Dus het was nog helemaal niet zo heel speciaal, dacht ik, om een mop trap te maken. Blijkbaar vinden jullie die dingen leuk, dus we gaan daar de volgende aflevering mee verder. Met deze aflevering gaan we eerst wat anders doen, want iemand op Skype, Mike, die zit ook bij me in de klas, die heeft ook deze map dus gedownload en met deze mods. En die heeft een stronghold gevonden. Dus daar gaan wij nu naartoe. We maken een waypoint. Hij heeft de coördinaten erbij gezegd. Dus dan doen we stronghold. De x-coördinaat is min 818. De y-coördinaat is 25. En de z-coördinaat is min 219. Was het dat niet al? Nee, we zitten hier op min 239. Dus daar gaan wij nu naartoe lopen. Ik hoop dat er ook zo'n endportal in zit. Maar volgens mij is dat gewoon altijd. Even kijken welke kant we dan op moeten. We moeten verder de min in van de x. Dus we moeten die kant op. Oké, mooi, want daar zijn we ook al heel veel geweest. Gelukkig dat we dus nu niet zo'n ender eye hoeven te maken. Allemaal om het te gaan zoeken. En dat je die dan in de lucht moet gooien. Zou ook wel leuk zijn, maar dit is gewoon een stuk makkelijker. En heel erg bedankt dat jullie allemaal deze serie dus kijken en ook dat een paar deze mods pack als het ware hebben gedownload. Natuurlijk heb ik deze mods niet gemaakt, maar ik heb ze wel samengesteld. En daarom ben ik gewoon een baas. Al meer dan 100 mensen hebben de download page bekeken. Want ik had er dus zo'n geopend link van gemaakt. Dus dan kun je zien hoeveel mensen erop hebben geklikt. En een paar weken geleden waren dat er al meer dan 100. Dus heel erg bedankt. Ik ga er nu naartoe zwemmen. Ik zie jullie daar. We zijn er bijna, we hoeven hier eigenlijk alleen nog maar naar beneden te graven. Even kijken waar het precies is. We kunnen het op de map zien en rechtsbovenin. Jullie zien trouwens een klein stukje niet van die map. Het komt omdat ik vergeten ben op fullscreen te gaan spelen, sorry. Maar dat heb ik al een paar afleveringen niet gedaan, dus dat maakt ook niet zo heel veel uit. Snel zo naar beneden graven en dan iets boven ons plaatsen, zodat we niet stikken. En dan gaan we gewoon de nummer 1 regel van Minecraft gewoon niet opvolgen. Dat is recht naar beneden graven. We doen het wel een beetje veilig. Zo mag het wel. Ik breek geen regels. Ik doe niks illegaals. Ik graaf gewoon zo naar beneden. Zodat ik niet zomaar in de lava kan vallen of zo. 25 diep zit meestal nog geen lava. Dat vanaf 10 diep komt er heel veel lava. Maar op 25 diep kan natuurlijk ook. Want aan de surface, aan de oppervlakte heb je vaak ook lava. Ik kwam net ook nog wat lava tegen. En ik kwam gewoon duizenden koeien tegen. Ik kon ze al die afleveringen hiervoor gewoon nooit vinden. En nu heb ik er even geen tijd voor en de spullen er niet voor. En nu heb ik ze wel gevonden. Oeh, wat is dit? Is dit al de stronghold? Nice. Oké, een mooi steen ook, hè? Ik hou van de texture pack. Gaan we er gewoon niet invallen? Wel dom dat ik geen zwaard heb meegenomen. Moet ik maar met mijn ex gaan vechten, want we komen natuurlijk wel wat van die zilvervisjes tegen. Ik zie een bibliotheek. Wij hebben boeken nodig voor... Oh, fuck. Wij hebben boeken nodig voor onze enchanting table. Ding. Dus dat komt heel mooi uit. Oh shit, fuck. Oké, het begint al goed. Meteen al heel veel haartjes kwijt, dus we moeten even snel eten. We hebben weinig eten bij ons. Dus we moeten heel voorzichtig gaan doen. Oké, we gaan deze boek... Houten deur, ik dacht dat ze... Oh, nice, meteen een chest. Een ender pearl. Die zijn best wel moeilijk te krijgen, dus daar ben ik wel heel blij mee. En we gaan gewoon deze hele boekenkast, deze hele bibliotheek mollen. Oh, nog meer boeken. Altijd mooi. Boeken, ik heb denk ik nog liever dat ik boeken vind dan dat ik diamonds vind. Want diamonds, dat is gewoon domweg een beetje minen. En boek, dat duurt zo lang om dat allemaal te krijgen. Je hebt er zoveel weed voor nodig. Dan moeten ze echt goedkoop maken. En je hebt er nu ook leather voor nodig. En dat is ook zo moeilijk te vinden. Moet je allemaal farms maken. En daar laat iets niet goed. Sorry, ligt een Optifine. Want Optifine doet het op mijn computer wel gewoon goed. Mijn FPS is gewoon perfect. Alleen ik kan heel vaak door de wereld heen kijken. Dat is dan wel een beetje kut. We hakken deze boeken weg en dan gaan we op zoek naar zo'n portal. Ik heb genoeg boeken nu, dus nu gaan we gewoon even verder exploren en hopen dat we niet te veel zombies en al... Godverdomme. Wat is dit nou weer? Komt er ineens van alles in beeld bij mij? Oké. En we gaan hopen dat we niet al te veel zombies en alles tegenkomen en zilvervisjes. Want die kom je meestal niet tegen als je gewoon niks weghakt. En dit steen... Is wel mooi, maar hebben we eerst niet nodig.
Dat is ook niet leuk om naar te kijken. En dit vind ik wel nice. Een ravijn door een strommel. Oh, trouwens, ik hoop niet dat jullie van die mensen zijn die zeggen dat Minecraft steeds slechter wordt bij elke update. Want ik heb best wel een hekel aan die mensen. Ik snap echt niet hoe je Minecraft zou willen spelen als je geen abandoned mineshafts hebt of strongholds. Want er zijn echt superveel mensen die zeggen dat het na 1.7.3, de pistons, dat het daarna gewoon alleen nog maar slechter is geworden. En ik snap die mensen echt niet. Oh. Wat? 3x Fortune 3. Fucking nice. Oké, maar kijk. Dan had je dit nu niet gehad. Hoe bazig is dat? Ook met de enchanting tables en potions. Dat wil je toch allemaal gewoon niet meer weg hebben uit Minecraft. Natuurlijk, je gebruikt het wat minder. Vooral in Let's Play zul je het gebruiken. Want dan is het wel de bedoeling dat je gewoon alle aspecten van het spel gebruikt. Maar ik zou echt gewoon niet hier zonder willen. Dus zorg ervoor dat je dit ook leuk vindt. Anders haat ik je. Is dat goed? Ja. We lopen door deze deur en we zien een creeper. En hier nog een bibliotheek. Misschien dat hier dan ook nog wat chests zitten. Moeten we wel een beetje uitkijken voor al deze cobwebs. Want daar willen we natuurlijk niet vast in komen te zitten. Kunnen we dat weghakken? Ik kan alleen maar met een zwaard, hè? Fuck. We gaan wel op zoek. Ik heb dus de chests hier gevonden. Kijk wat hierin zit. Een kompas. Dat is ook weer eens nieuw. Ik heb volgens mij gewoon nog nooit een... Is dit trouwens een map? Ja, een map. Dat is ook nice. Dan hebben we dat ook allebei. Een map en een kompas. Dit is echt gewoon de meest efficiënte aflevering ooit. Oké, een map en een kompas. Ik denk niet dat ik die uit mezelf had gemaakt. Dus dat komt heel mooi uit. Je hebt ze natuurlijk niet echt nodig met een minimap. Maar toch, het is leuk om te hebben. Gaan we nu hierheen even al deze creepers laten ontploffen. Dat gaat weer van mijn armor levels af. Dan gaan we verder met zoeken. Wat is dit nou weer? We gaan verder met zoeken naar de portal. En ik realiseer me dat ik mijn Minecraft geluid niet aan heb staan. Het spijt me. Zo goed? Ja. Oké, we gaan op zoek naar de portal. Hier naar beneden, hoop ik. Nog meer creepers. Die had ik mooi ontweken. Hier nog iets? Nee, alleen maar weer creepers. Al deze gevangenissen ook. Ja, ontplof jij ook maar. Je zag me gewoon niet, hè, eerst. Oké. Kunnen we hier dan omhoog of zo? Nee, het loopt alleen maar dood. Vreemd. Ik heb de poorten nog niet gevonden, maar wel een slime. We hebben ook volgens mij nog geen swarms gevonden met slimes. Ik weet helemaal niet of we al slimeballs hebben, maar nu krijgen we die wel. Deze slime, die gaat er gewoon aan. Ik wist trouwens niet dat ze ook een gezicht hadden, of ligt dat gewoon een detection pack? In normaal Minecraft zijn ze toch gewoon alleen maar een kubus. Auw. Meneer de slime, dat vind ik niet te aardig van je. Waarom heb ik mijn pet bats eigenlijk weer niet meegenomen? Ik moet meer aan mijn mods denken. Ik denk deze dat ik gewoon normaal Minecraft speel. Maar we spelen natuurlijk met al deze awesome mods. Oké, ga dood. Ik wil slimes. Slime balls. We worden nog meer. Daar ben je. Oké, nice. Gaan we hier zo omhoog en verder zoeken. Ik heb het gevonden en er spannen al meteen silverfishes. En ik viel net al bijna de lava en shit. Als je ze slaat, dan komen er natuurlijk steeds meer. Oké, ik ga die spannen maar gewoon weghalen, want we hebben er waarschijnlijk toch niks aan. En ik ben als de dood voor silverfishes. Ik haat ze. Oh, fuck. Niet te dicht bij de lava komen. Mooi glas eroverheen. Vind ik wel beter zo. Oep, waarom is... Oh, de zijkant ervan is al helemaal weggebrand, omdat daar zilvervisjes spannen. Oké, jongens, we hebben een portal en we missen 11 ender eyes. Dat is wel heel erg veel. Dus we hebben minstens 11 ender pearls nodig. En dan 11 blaze rods. En dan kunnen we dit gewoon maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 11. We weten waar het is. Ik zet hier gewoon een waypoint. Waypoint, anders ga ik het vergeten. Portal, end. Ik weet niet waarom ik niet end portal deed. Maar goed, dat maakt niet uit. En deze stronghold is trouwens echt immens groot. Ik ben hier al een half jaar aan het rondlopen. En ik vind nog steeds nieuwe dingen. Nog steeds nieuwe chesten. Dit hele stuk heb ik al doorzocht. Daar heb ik ongeveer een half uur over gedaan. En dan hebben we hier, zijn we natuurlijk ook al geweest. Onderweg naar de poort toe. Maar het is echt heel erg groot. En je raakt hier ook heel snel verdwaald. En ik wil even afbakenen van waar er gewoon niks verder mee is. Dus dat is... Hebben we dit al helemaal gedaan?
Hier is naar beneden een trap. Ja. Oké. Dan weet ik, voor mezelf dan dus, dat hier zo achter... Even kijken, is hier iets? Dan is het makkelijker namelijk. Dit loopt dood. En dan deze. Ja, hier is nog wel van alles. En dat hier zeg maar achter dat ik dat allemaal heb geëxplored ding. Dus dat ik daar niet meer hoef te zoeken. En ik denk dat ik nu naar huis ga. We hebben Fortune 3 boeken. We hebben ook nog een Bane of Arthropods boek gevonden. Dus ik vind wel eens een dagje wel. Dat was een kutzin. Maar het maakt niet uit. Dus we gaan naar huis. En dan zien we wel wat we daar gaan doen. Terug in ons mooie oude huisje met onze gezellige hondjes. Hallo hondje. En we gaan eens even kijken wat voor buit we gemaakt hebben. Het is echt super goed. Ik had niet verwacht dat we ook zoveel boeken hadden kunnen krijgen. We gaan eerst even een nieuwe chest neerzetten. Want al deze chests zitten natuurlijk weer helemaal vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 stack boeken. 3 Fortune 3 boeken. Dat is echt gewoon niet normaal. Fuck. Waar kom jij vandaan? Ja, hondjes. Goed zo. Een Bane of Arthropods boek. Oh, hij is er nog. Val hem verder aan. Zo. Goed zo, hondjes. Oké, een Bane of Arthropods boek. Wat iron ore. We hebben bijna een full setje iron gevonden in die chesten daar. Apples, een kompas, een map en de pearl. Dus het was voor mij echt heel erg geslaagd. Ook gunpowder. Dat hebben we nog nodig voor potions. Want ik ben van plan om healing potions te maken. Zodat we de skeletons bij de XP farm makkelijker kunnen killen. Want met healing potions kun je jezelf healen. Maar je killt er juist mobs mee. Mobs? Ik denk gewoon alleen monsters. Je killt er juist monsters mee. Dus dat is echt heel handig. Oh, wil je wat? Oké, alsjeblieft. Toch stop. Zullen we stoppen voor vandaag? Ik denk het wel, hè. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Druk even op dat groene duimpje en voeg hem toe in je favorieten. En dan zeg ik tot de volgende keer. Bye bye. Ik was vergeten te zeggen, wees een wombat, blijf een wombat zijn een wombat. Dag.